Hier maken we een heerlijke overschotel met orecchiette. En daarvoor verhit je eerst de olijfolie in de pan. Dan haal je het worstvlees uit de saucijzen. Dan gaat de bimi of broccoli bij de verhitte olijfolie. Er gaat rode peper bij samen met het worstvlees. Dit pak je een paar minuten. Dan gaat daar de knoflook bij. Samen met de gehakte walnoten. Bak dit gedurende 3 minuten mee. En dan blus je het af met de witte wijn. Laat nog eens 7 minuten koken. Dan is de bimi beetgaar. Breng dan water aan de kook met wat zout. En kook dan de orecchiette volgens de gebruiksaanwijzing. Maar 1 minuut korter, zodat het een beetje stevig blijft. Want hij gaat nog verder garen in de oven. Dan gaat het worstvlees erbij. Schep even om. Voeg dan de gehakte peterselie toe. De helft van de pecorino. En de mascarpone. Dit schep je goed om. Je krijgt dan een mooie romige pasta. Dit gaat dan in de ovenschaal. Hit dan de oven tot 180 graden. Maak de pasta af met de overgebleven pecorino. En dan bak je de ovenschotel gedurende 10 minuten af. En dan heb je een heerlijke pasta. Eet smakelijk!